Hallo en welkom bij een nieuwe video hier op Zonnescherm. Deze keer weer een nieuw spel, The Last Federation. Dit is een spel dat ik laatst heb gekregen van Arke Games ook. Ze hebben me gegeven. En omdat ze zo aardig zijn, ga ik het zeker weten. Minimaal één keer op mijn kanaal doen, dat is nu. Dit wordt een soort van review-achtig iets, een eerste indruk. Ik ga dit gewoon, ik weet niet hoe lang, ik denk ongeveer 20 minuten spelen. En daar knip ik zo min mogelijk uit. En dan gaan we een beetje kijken wat we van vinden. En als het echt heel leuk is, maak ik er een serie van. En zo niet, dan doen we dat niet. Wat gaan we doen? We hebben een quick start en we hebben een advanced start. Ik weet niet wat het verschil is, maar we gaan wel... we doen gewoon een quick start, denk ik. Nee, we gaan voor de advanced start. Wat is het verschil? I want to tweak our start off. Here you go. Oké. Ik heb geen idee of de achtergrondmuziek copyright is, maar we zetten hem gewoon aan. En dan doen we een quick start. En dan beginnen we. I am the last of the murdered race of Hydrals. We took to the stars and shot down the manned launches of everyone else. My countrymen were the dictators of the solar system, so we kind of had it coming. Yes, that is me above. And you are me. This is our story. Okay. I was a sole survivor of a surprise attack by two other races, thanks to a renegade mission I undertook, betraying the other Hydrals to bring space fang technology to our potential rivals. Turns out, when you strap rockets to a moon, you can catch even the dictators of Garth. My ultimate goal? The creation of a peaceful, united federation of planets. Only they can we be safe from the kinds of atrocities my race committed. Only then! Ik ben blind. Only then can we be safe from the kinds of atrocities my race committed and the kinds that were committed against us. Naturally, upon my crash landing at this planet, I was placed in captivity, having no concept of my strength. They did not realize that I was merely waiting. I waited for years. Stardate. First one proto 3000. My dream of a universal federation is as alive as ever. And now the Acutians have finally gotten themselves into orbit. After spending so much time with me as a peaceful captive, they were ill prepared for my escape. I've commanded the first prototype executor. And now the Acutians are in hot pursuit. The Acutians are still in the process of ramping up the space industry, so that gives me a short window of opportunity, but soon the mechanical CEOs will be looking to make planetary acquisitions. These dangerous emerald robots destroyed the last remnants of my race after the Evok almost wiped us out. Having them as my enemy was a given, I think. Here they come. I outclass this force so severely that it will be almost impossible to lose. So now is a good time to put my ship through its space. Sus. But I still have to be careful. If they manage to take out my ship, I will be just as dead now as later. Okay. It's always your lonely flagship, plus whatever NPC allies you can muster, versus an indeterminate number of foes. Combat is turn-based with every moving and acting at the same time. With everyone moving and acting at the same time after you give your ship its orders. Your first order of business is to give your ship a movement order. Figure out where the enemy is. You want to use the minimap, upper right hand corner. Pan your view around via the arrow keys and zoom in and out. Mouse wheel up, down. Okay, uitzoomen, inzoomen. Okay. Click to move or press Q to stay put. We gaan hierheen. I promise I won't bug you constantly. But in this first battle there are a few things to point out. Look at the bottom of your screen. Yeah. You have some new options. First of all, there are three different weapon choices. Oi. Deze drie denk ik. There are three different weapon choices down there, and there are multiple attack modes too. Hold fire, out of fire, select targets, etc. Choosing the right weapon and the best attack mode is a big part of winning battles. Hover over enemy ships to see what weapons have the highest DPS, damage per second, against them. Dus je kan bij het enemy schip zien waar zij het slechtste tegen zijn. Okay.
Bear in mind that sometimes this can be misleading, such as with the spreadshot, because it's assuming that all of the bullets fired per burst will make contact. That may or may not actually be true, depending on how close you are to the target, or if you're firing into a dense cluster of targets, etc. Oftewel, let op de accuracy. This battle is that simple, the future ones will not be, so use this time to get comfortable dominating these little foes. Important, you're currently in auto-fire mode. Unless you change this, then your ship will always pick its own targets to fire at, best ones based on your selected weapon, regardless of where you click. Clicking just confirms your orders. If you want to attack a specific ship, switch to select targets mode. It's one of the buttons in the bottom left. Select. Switch to select targets mode. Outfire, fire selected ships. Hot fire, fire exact point. Ik denk dat dit hem is. Click target to attack or hold shift and click multiple, dan klik in met de confirm. Oké. We zijn net dus. Q om door te gaan? Nee. Oh, dit is hotkey. Oké. Click to move. Ja. Door hierheen. Click a target to attack. Enemy. Oké. Waar staat waar ze slecht tegen zijn? Welke is dat? Is dat ergens? Oké. Arsenal type model X, G1. Not yet developed squadrons, hull, shield, blablabla. Bla bla. 30 PS against this first. Oké, second minigun. Minigun is het sterkste. Ik ben even op mijn energy blaster gaan, omdat die waarschijnlijk preciezer is. Ja, kijk. Oké. We gaan verder rechtdoor. Nu pakken we wel de minigun. Oh, daar zitten we al op. Kijken. Dus deze weer. De minigun. Nee, de energy blaster doet de meeste damage. Lijkt wel. Toch? Energy. Ja, oké. Dus schieten. Oh, we gingen volledig door omheen. Laten we wat draaien. En op hem blijven zitten. Het geluid staat erg hard. Ik heb geluid wat zachter gezet. Kijken. We zijn helemaal op die 1 aan het richten, dus blijf ik er door mee gaan. Up until now you've been attacking this enemy shield. So the best weapon for the job was one that damage rate shield. Overall damage rate. But now the shields are down and you're going to be hitting the hull of the ship. So the other to use against it just change. Oh, oké. Okay. Dan moet ik even naar kijken dus. Want wat zegt hij nu dat het beste is? Ja, nu is de first gravity. Oké, ik wil achter hem aan en dan de first crafty launcher. En check on top of verschillende objective. Most battles have a single objective, but that objective may involve multiple parts. The particular battle has two objectives, either of which you can choose. If you choose to destroy the flagship, you gain some credit currency. You can identify flagships by the fact that they are quite large and usually there is at least one chasing you. Hover over them to be sure if you like it. Alternative, if you choose to instead dock with the science lab, then you can end the combat, relatively peaceable. Give them some text that will make them stronger. Is that smart? And they will like you a lot better. That part definitely sounds good. To dock with the lab, just fly over to it and wait. Your tractor beams will lock on and take care of the rest. Dat gaan we dus zeker niet doen. A lot of missions have completely optional side objectives that you can take or ignore. If you destroy civilian or military buildings, there are consequences, helpful or harmful depending on circumstances. But the battle keeps going until your primary objects are reached. Oké. Okay. Waar zit mijn HP van mijn schip? Hier denk ik. Oké, mijn shield zit nog redelijk. En dit is toch een flagship? Ik weet niet, wat is een flagship? Staat het ergens? Staat er ergens bij dat het een flagship is? Ik denk dat het een flagship is. Weet je, we gaan gewoon naar de flagship. Hij draait, dus ik ga ook draaien. Even kijken, wat is het meest effectief? Nog steeds de Crafty Launcher, die heb ik al geëquipt. Dat zie je aan het feit dat hij oranje is. Cool.
Hoeveel P heeft hij nog? Oké. Is daar ook een makkelijke manier om dat te zien? Want nu moet je kijken naar de getallen. Sowieso, nog maar 20.000. Dat moet te doen zijn, dus wij gaan meer die kant op. Dus een schiet op hem. Hoppa, we hebben hem dood. Oh, hij ging meteen over naar die. Deze. Oké, ja, dat was een flagship. Deze heeft de Energy Blaster is het sterkst tegen hem. Laten we eerst maar... We gaan omheen draaien. Dan pakken we de Energy Blaster. En daarmee gaan we schieten. Helemaal goed. Laten we achter hem aangaan. En de Energy Blaster. Nog steeds. Yep. Helemaal goed. Zijn shield is bijna down. Nee, valt mee. Dat duurt nog even. Blijf mooi naast hem vliegen. Terwijl het daar blijft doen. Helemaal goed. Nog steeds. Oh, wacht. Eerst moven. Oh, nu niet meer. Nu is het de Gravity Launcher die sterker is. Ik denk zo omdat hij zo'n bocht maakt, maar toch ga ik gewoon rechtdoor. Een Gravity Launcher dus, zegt hij. Toch? Oh, het is de Gravity Launch. Oh. Flagship Power Management unlocked. I swear, this is the last time I'll interrupt you during this battle. But now that you're getting a few turns in, there's one more bit you probably ought to know. It's time to give you direct control of power distribution to your three subsystems. Oh nee. A. Increase power to your weapons, give you higher damage output as well as longer range. Increase power to your shields, give you faster shield regen and make your shields more resistant to short shots that hit them. C. Increasing power to your engines, give you faster movement, better turning haste and the further distance you can move per turn. Oké, dus onze movement speed hoeven we sowieso niet te upgraden, dus we moeten kijken naar shields of weapons. To see your power levels, just click the various bars or use hotkeys. We gaan wel klikken, het is toch turn-based. There are instructions in the tooltips. However, during each turn, your ship automatically changes power based on context. Let's suppose you don't issue a movement order. Well, it diverts energy power to weapons and or shields instead. Not attacking, divert to shields, etc. Oké. This keeps you from needing to fiddle with it for minor adjustments. Oké, dus als je iets niet gebruikt, dan gaat het automatisch omzetten. Automatic management doesn't make manual management pointless. Consider, I'm low on health, so I'm going to crank up my shields for a while at the expense of... Yeah, dit begrijp ik wel. I'm so OP here, let's get this over quick. Nothing to shields, all to weapons, let's go. And so on. These sorts of large decisions are the point of the power system, not moment-to-moment fiddling. Oké. Hi! What was that about better turning arcs? Oh, arcs! With different engine power levels, well, see for yourself above. At the default levels, which all you've had until now, you move pretty well. But you can move super precisely if you crank it all the way up. You can barely move or turn if you crank it all the way down. Oké. Hey, how the heck did you do that? Curlicue. Ja, dat dacht ik dus ook. Waypoint, simply hold down the shift key while issuing movement orders. Dat had ik ook gegokt. Laat ik mijn muis even aan de kant doen. You lose a little speed with each curved waypoint, so your total distance goes down a bit. You lose a little speed with each curved... Ja, als je een rondje maakt, dan kan je minder snel. Oké. Met fire eye. Are you feeling a little overwhelmed with all this info? Sorry about that, but you do not have to memorize it. You can review it anytime if you're in your logbook in the menu. That pops up when you hit the escape key. Nee, het gaat goed zo. Oh shit, we waren nog bezig. Misschien is het beter aan het einde van een turn kunnen doen. Oké. Mijn shields. Hoe zit het met mijn shields? Weer een beetje kapot te gaan, hè? Is dit shields? Oké, mijn shields wil ik wat hoger. Dit is mijn weapon system. Die wil ik ook hoog houden. Laten we deze omlaag. Oké. Dus een rechtermuis komt altijd omlaag. Oké. Dus die een omhoog en die ermee omhoog. Dus mijn movement wat kleiner, maar dat maakt niet zoveel uit. Oké. Wat moest ik voor mij gebruiken? Crafty Launcher. Kijk, ik hoef niet zo snel te bewegen momenteel. Als ik toch gewoon naast hem vlieg. Dit is de Gravity Launcher, ja. Hoppa, die is dood. Perfect. Alleen hij nog. Kijk, nu moet ik mijn movement weer wat omhoog. En ga ik mijn wapens gebruiken? Ja hoor. Dus, oh wacht, dit was weapons, hè? Ja. Ik wil mijn... Die allebei in naar beneden. Kan ik iets verder bewegen?
Even kijken. Oh, maakt nu ook gewoon geen bocht meer. Zo, ja, fuck it. Dan gaan we die kant op. Wat is op hem het beste als we hem kunnen raken? De Gravity. Gravity Launcher? Nee, ik wil zeggen. Het is oranje, dan denk ik dat het beste is. Maar je moet echt naar de damage kijken. Als hij oranje is, heb je het geëquipt. Het is de Energy Blaster. Oh, en die is net in range. Perfect. Oké. Okay. Nu mag ik die weer omlaag doen. En die weer omhoog. Oké. Okay. Ik denk dat ik die nog één omlaag wil. Nog ook iets bij mijn wapens. Zodat ik wat meer damage kan doen. Dan maak ik weer een beetje een bocht. Nog steeds de shield. Ja, nog steeds mijn energy blaster gebruiken. Daar zit ik nu ook mee. Yup. Ik kijk weer naar het oranje. Ik ga de andere kant op. Dat is kut. We houden hem wel bij. Geen zorgen. Nog steeds energy blaster. Ja. Allemaal raak. Perfect. Dan kunnen we mooi langzaam gaan. We zijn sneller waarschijnlijk. Even kijken. Gravity Lancer. Oh, de eerste die in het rijtje is degene die het meeste damage doet. Oké. Okay. Tot nu toe ziet deze game er zeer cool uit. Het is niet iets wat ik ooit eerder heb gezien. Het ziet er zeer origineel uit. Ook hoe de turn-based werkt en zo. Ik weet niet. Het speelt heel fijn. Je bent er meteen gewend aan. Ik wil nog wel kijken hoe het er in de context en zo uitziet hoor. Hoppa. Maar tot nu toe gaat het wel lekker. Wat meer. Even kijken hoeveel heeft hij nog. Zo even alles op de... Wacht even. Alle movement wat omlaag. En shields ook. Zo. Kunnen we extra veel damage. Oké. Dat is ook goed. Wat gaat er nu gebeuren? Oh, je kan ook de combat speed veranderen. Cool. En combat. Oh, daar moet je klikken. Haha. The Acutions lost 10 base power, 28 effective power and 1 armor is in the fighting. Turns taken 18. Took a total of 331.900 shield damage and 0 hull damage. Dat is goed. 29 hostile ships participated. Destroyed 10 ship. Wat? Hoe heb ik 10? Oké. Okay. Credit game by destroying enemy ships 150. Influence. Ja, oké. Okay. We hadden al oorlog, dus het had geen zin om naar een science lab te gaan. Check ze toe. Bla bla bla, Solomons. 9 seconds of relative time. Oké. Okay. Your side has been upheld. Oké, ja. Dat is goed. Sweet Mother of Spaceship is een Solomon map. ik hou van hoe de instructies zo komen. Ze begrijpen... Het laat heel erg zien hoe ik zelf ook denk, zeg maar. I'm going to introduce you... Ja? Ja! Ja! I'm going to introduce you to this gradually. For now, a lot of stuff is hidden. Don't worry about trying to create the Federation yet. We'll get to that later. It's not even an option yet. Dank je. Rustig aan. Right now, you need to worry about getting credit to spend. And you also need to accumulate a goodly amount of influence with a few races. A humble suggestion is that you start by delivering spacefaring tech to the Skelexians. Oh, moet ik straks al die factions gaan onthouden? Oké, als er meerdere factions komen waar je allemaal relaties mee moet opbouwen. Sorry, alvast. Ik ga het allemaal door elkaar halen en volledig verprutsen. Delivering specifying tech to Skelexians, Endors and or Politians. Ja, het zijn meerdere factions. And then run some dispatch mission for them to gain more credit. Oké. Your current focus should be on making yourself more powerful and influential. And as you complete missions and political deals, I'll open up more and more ways for you to do that. Culminating in option for trying to form a fledgling federation. If you want to read this or any other message again, just click your logbook. Oké. Okay. Eén ding, wie ben jij? Wat nu? Paused. Oké. Okay. Hier ben ik. Zo verder tutorial. Oké. Okay. Ik denk dat dit een goed stuk is om te eindigen. Het ziet er zeer cool uit. Dit ziet eruit als een leuk spel. We weten dus nu hoe de solo map in elkaar zit. Maar dat gaan we zeker weten volgende episode doen. Ik weet dat het niet echt een lange video was. Maar goed, ik moet gaan inpakken. Want van het weekend ben ik naar Schiemelijk Oog. Woon je daar toevallig? Hey, misschien kom ik wel tegen. Lijkt me wel cool. Als er iemand op Schiemelijk Oog woont of zo. Wonen zoveel mensen op Waddeneilanden. Maar goed, dus van het weekend ben ik er niet.
Ik ga nu vanuit dat ik deze video op tijd online krijg, dus dat moet nu ook wel gebeuren. Dus een tijdje geen video meer, vrees ik, niks aan doen. Nou, vind je het video leuk? Doe even een goed duimpje, reageer, abonneer, ontkant, niet te moed, vrees, vind je het niet meteen wel en niet kent. Zie je volgende keer terug bij een nieuwe video hier op Zonneschijn. In ieder geval, laten. Oké, nog even een dingetje. Ik wil nu afsluiten, did you save your game? Presuming the world isn't on fire and you want to? Ik hou ontzettend van de humor die in deze game zit. Dat wou ik er nog even bij zeggen. Laten.